Spirit! Wat is er, Spirit? Wat is dit nu weer? Oh, lieve help! Oh, het is een puma-welpje! Pas op! Niets aan de hand, jongen. Misschien is hij verdwaald en uit angst in een boom geklommen. Kijk, hij heeft allemaal schrammen. Hij heeft medische hulp nodig. Hoe geven we die als we hem niet kunnen pakken? Wacht, ik heb een goed idee. Wacht hier, ik ben zo terug. Oh, hallo. En je naam is... Bijter. Ja, echt wel. Wie is er dan zo'n woest inie-mini-puma-welpje? Dat ben jij. Ja, dat ben jij. Wat doen jullie? Wauw, hoe kom je aan die wagen, Prue? Ik werk er al de hele week aan. Nu kunnen we de gewonde dieren naar de ranch brengen. Hij is perfect. Maar hoe krijgen wij hem daarin? Oh, meisje. Bedankt, Chicalinda. Oh, nee. Oké, daar komt-ie. Aan de kant, jij. Volgens mij gaat hij springen, meiden. Ah, kan niet geloven dat het werkte. Ik had misschien moeten zeggen dat puma's geen wortels lusten. Kom mee! Ja! Woe! Wat een schatje. Maar die klauwen van hem zijn niet mis. Zodra hij zijn buikje vol melk heeft, wordt Bijter wel weer rustig. De schrammen vallen wel mee. Van deze duizendbladcrème genezen ze zo. Wat is er met je? Meiden, ik weet dat het een welpje is, maar het is wel een puma. Dit is niet waar die thuis hoort. We kunnen geen wilde puma grootbrengen. Je hebt gelijk. We moeten morgen een beter plan verzinnen. We zien hem waarschijnlijk nooit meer terug, hè? Ik denk het niet. Prue, is alles oké? Ik mis Bijter nu al. Oh, Prue. Je zou een goede mama puma zijn. Oh.